Wist je dat Mega Food Stunter tot wel 75% goedkoper is dan de goedkoopste supermarkten? Bespaar op uw boodschappen en bestel diepvriesproducten zoals brood, groente en fruit, vlees, vis, snacks, pizza en nog veel meer met hoge kortingen. Al onze producten zijn van topkwaliteit en worden 6 dagen per week gratis thuisbezorgd. Onze heerlijke producten bestelt u eenvoudig en snel via onze website. Met Mega Food Stunter profiteert u dus altijd van de laagste prijs, hoogste kwaliteit en altijd gratis bezorging. Mega Food Stunter. Welkom bij de allergoedkoopste. En scheidsrechter Verduin geeft het beginsignaal al voor de wedstrijd tussen SDC Putten en NSC Nijkerk. Twee teams die verleden week verloren, dus beide teams hebben wat recht te zetten vanmiddag. Dekker kan naar de bal naar Buter. Buter even terug naar Bouwman. Bouwman zal misschien de kant op zoeken bij Wieringa. Dat doet hij dan ook. Wieringa nu de middenlijn over kan gaan met de paas naar de linkerkant van het veld. Nu met SSC in de aanval komt de bal voor. Schuin, kan hij er wat mee? Jesse Schuin. Ja, blijft de bal een beetje hangen en dan wordt hij ternauwernood weggetikt. Kan Lars Dekker weer overnemen. De doeltrap gaan nemen. 0-0 nog altijd de stand. Minuut 9, daar zijn we nu in land. Als NEC kiest voor de opbouw en de bal nu naar de linkerkant komt bij Luc Oosterling. Oosterling, kan hij een aanspeelpunt vinden? Nee, levert hem zomaar in bij Rob Buter. Buter de bal meteen door aan de rechterkant bij Kasmi. Kasmi komt met een goede voorzet. Ja, schuin! Nou, dat was toch een mogelijkheid voor NEC. Is de beste mogelijkheid voor NEC Putten. Nu ook weer niet goed uitverdedigen van NEC. Komt de bal weer voor. Jesse Schuin nu wel met 1-0. Nee! Laat de bal van zijn voet springen en dan kan hij niet meer uithalen. Dat was al twee mogelijkheden voor Jesse Schuin. Nu weer de overname van SSC Putten. Overtreding. De lange bal naar voren spelen. Maar die komt terecht bij Mark Bouwman. Dan zit ook nog even Lars Dekker ertussen. Moet Wiening gaan oppassen. Dat doet hij goed. Voordat Van Breda aan de bal kan komen. Maar NSC wel het loopje van de middenlijn kan overnemen. Nu met Anouar. Anouar met de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Bilal. Bilal bij de bloedjes. Dus nu een overtreding van Kasmi. Anouar. Anouar even met de bal terug. In de verdediging bij Van der Brom. Van der Brom met de bal naar de linkerkant van het veld. Die doorgegeven kan gaan worden door Oosterling. Nu is het Bilal in balbezit. Bilal met Kasmi voor hem. Bilal heeft het lastig, maar blijft in balbezit. Komt de bal 16 meter gebied in. Dan nu Ajax misschien mee. Daar zit Bouwman tussen. Lijkt een overtreding. Nee, zet de scheidsrechter geen overtreding. Kasmi mag de inworp gaan nemen. Kant van het veld. Al bij de eerste paal kan weggekopt worden en nu kan NEC eruit komen. Nu wat ruimte op het middenveld. Bal door de linkerkant. Bilal. NEC nu in de aanval, komt een goede voorzet komen, maar die komt er niet. Die bal wordt uitgehaald door Bouwman. Neemt nu vanaf de rechterkant van het veld. Bal, ja, veel te laag ingespeeld. Kan even weggewerkt worden door SSC Putten, maar halverwege het veld, de helft van SSC, kan NEC weer overnemen. Nu met Anouar de bal in het midden doorgespeeld wordt naar Armando van Breda. Maar ja, die verliest het duel van Vincent Terburg. En nu heel veel ruimte voor SSC Putten. Alleen de paas is verschrikkelijk slecht van Stijn. Van Ark in plaats dat hij medespeler weet te vinden. Is nu Kasmi kwijt. Dan de bal naar de rechterkant van het veld. Ligt wat meer ruimte voor de NEC Nijkerk. Links wordt gevraagd bij Ajax. Daar komt de bal ook. Nou, misschien Ajax nu met de schot. En nou, die gaat een metertje of twee naast het doel. Even de ingreep en dan is een overtreding gezien door scheidsrechter Verduin. Nou, Van der Brom staat klaar om die vrije trap te gaan nemen. Links potige speler, dus die kan hem heel mooi indraaien als het moet. Nou, iedereen helpen verdedigen, alleen Niewald blijft even voorin. Komt de vrije trap ingedraaid bij de eerste paal, wordt weggekopt door Wieringa. Dan wordt hij verder weggewerkt door Terburg, kan die weer even opgevangen worden door NEC Nijkerk. Nu blijft de bal hangen daar ook. Moet de bal even teruggespeeld worden? Nee, dus geen overtreding. Kan SSC eruit komen? Nou, een 1-tegen-1 situatie is hier al snel genoeg.
Nee, dat is hij niet helemaal. Krijgt wel hulp met een mooi hakje. Jeff daar van de Broek, maar die staat buiten spel volgens mij. En ja, die bal die gaat naast het doel. Nee, ja, bij Ajax bedoel ik. Voorzet. Half weggewerkt, blijft de bal een beetje hangen. Kasmi, ja, dan de bal maar over de zeilen heen. Hier wordt genomen. Nou, misschien nu een mogelijkheid voor de NEC. Nee hoor, dat kan niet omdat Villanas op tijd zijn doel uit is en snel meegeeft aan Daan Wieringa. Wieringa, hier wat, Stijn van Ark, Wieringa. Nu de ruimte gezocht wordt, wordt er even uitgehaald, maar kan Bouwman weer overnemen. Bouwman, al naar Jefta van den Broek. Van den Broek. Ja, haal maar eens uit, maar recht in de handen van hier wat handig langs zijn tegenstander Oosterling. Maar dan gaat de bal via Van den Brom over de zijlijn heen. Die wordt snel genomen, maar die is niet goed, want die verdwijnt over de achterlijn heen. En dan de bal naar voren komt richting Jesse Schuin. Schuin, mannetje in de rug, fel op de huid gezeten. Het blijft in het voordeel via Terburg bij Buter. Buter een goede paas naar Kasmi. Nee, die is net te hard, daar kan Kasmi niet aankomen. En dan is het doelpunt er wel van Hiwat. En hij brengt dan de SSC op een 1-0 voorsprong. En de gelijkmaker nu in de aantocht. Nee, die wordt op tijd weggehaald. Ik dacht eerst dat het buitenspel was. Maar gelukkig zit Temaro voorin met de vrije trap. Mag de vrije trap genomen gaan worden. Doet Lasdikker, komt de bal erin. Half op de kop en dan wordt hij op tijd weggewerkt in de verdediging. Door de onderhand, als ik het goed zag. En dan blijft de bal nog een keer hangen. Maar er is een overtreding gezien. De bal komt en hoeveel tijd erbij gaat komen bij dit duel. Bal diep gespeeld. Is het Schuin. Schuin met de bal door het midden. Kan er uitgehaald worden door NEC Nijkerk. Maar ja, er zit er weer een voetje tussen van even de Puttenaren. Bouwman kan overnemen. Bouwman naar Stijn van Ark aan de rechterkant van het veld. Met natuurlijk Luc Oosterling voor hem. Komt de bal toch voor. Maar dat is een makkelijke prooi voor Arjan. Ja, komt er een schotje. Niet meer dan een schotje, maar die gaat ver naast het doel. En dan zegt de scheidsrechter, ik vind het genoeg. En de tweede helft is begonnen. Giovanni Hiwat heeft afgetrapt. Met de 1-0 voorsprong voor SSC Putten. Schuin. Van den Broek. Kasmi. Van den Broek. Nu SSC in balbezit aan de rechterkant met Jefta van den Broek. Even de bal rustig terug naar Las Dekker. Dekker doorspelen, maar dan kan NEC de bal weer uithalen. Terburg het weer goed. Terburg nu met de bal komt terecht bij Wieringa. Wieringa, ja, recht in de voeten van Troost achterin. Kan NEC weer overnemen. Nu wat ruimte, moet er snel gespeeld worden. Wordt die bal al snel gespeeld naar Ajax. Ajax nu aan de rechterkant kan er door. Nu met de voorzet, hard genoeg. Kopballetje, ja, blijft een beetje hangen. Dan kan Kasmi uitverdedigen. Terburg dan. Terburg met de bal door het midden. Die heeft daar Van den Broek vuil op de huid gezeten. Wordt er lichtelijk vastgehouden. Maar dat mag doorgaan van scheidsrechter voor de duin. Dan NEC Nijkerk nu. Met de bal aan de rechterkant van het veld komt. De bal erin getikt. En dan komt de gelijkmaker. Nee, er komt de gelijkmaker niet. Want Villana zit er goed tussen. Even terug naar Buter. Buter, oppassen. Een paasje. Doorgegeven aan de rechterkant van het veld. Dekker, die was daar nog, door het midden heen. Die heeft daar Van den Broek. Van den Broek, komt hij met een goede voorzet? Nee, die komt niet met een goede voorzet. Kan NEC in ieder geval weer even uitgaan en verdedigen. Nu met Anouar. Anouar met de bal naar de linkerkant. Bilal die hem door kan geven. Nou doet hij slordig, want dan is het NEC weer in balbezit. Nu Dekker met de bal naar Hiwat. Hiwat, Jesse Schuin. Kopballetje, nou, die weet de doelman nog net zijn hand tegen de bal aan te... Schuin. Terburg komt met de voorzet. Jefta van den Broek. Hiwat.
Hier gaan, maar die stond buitenspel. Als de bal door El Hamouchi in het 16 meter gebied mag worden, doet hij ook. Maar het is slecht. En dan komt er een penalty van NEC. Omdat de bal op de hand, of in de handen komt van een van de puntenaren. En ik dacht dat dat Wieringa was die bal zomaar in zijn handen pakt. En mag NEC aanstaan te maken om op gelijke hoogte te komen. Bilal Trim, die staat achter de bal. Die legt de bal klaar. En mag proberen Verlanas te verschalken en zo de gelijkmaker aan te tekenen. Komt de bal en die gaat erin. En het wordt 1 tegen 1. 60e minuut van de tweede helft. En staan beide teams weer op gelijke hoogte. Het belooft nog wat te gaan worden in het restante. In de restante, de 30 minuten die er nog moeten komen. Wil de bal verder naar voren spelen, denk ik. Dat gaat hij ook doen. Bal nu op de helft van de NEC komt, maar op het hoofd van Daan Wieringa. Dan kan Van Ark de bal doorkoppen. Dan doet hij bij Lars Dekker. Dekker naar de linkerkant, naar de Wieringa. Wieringa pompt de bal er maar in. Hier wat komt hij bij de bal? Nee, niet hier wat. Want er zit het hoofd van Luc Oosterling tussen. En kan NEC eruit komen via de linkerkant van het veld. Als de bal nu doorgegeven wordt. Aan de rechterkant van het veld. Nu terechtkomt bij Armando van Breda. Die heeft wat ruimte. Van Breda, Wieringa in de achtervolgen. Van Breda met de bal naar de linkerkant van het veld. Bij El Hamouchi. El Hamouchi nu eenmaal kwijt. Komt de voorzet. Maar die veel te hard en te hoog. Veel naar Vincent Terburg. Terburg naar Rob Buter. Aan de rechterkant van het veld. Buter, waar kan hij met de bal heen? Even door het midden. Lars Dekker. Dekker naar de bal naar de rechterkant van het veld. Komt de bal voor? Nee, die wordt eruit gehaald. Wordt opgejaagd. Moet dan verder met de bal terug naar zijn doelman. Zeefok. Dan maar de bal verder naar voren toe. Komt terecht bij de patrol in de verdediging. Nu bij SC Putten. Als hij de bal naar Buter kan geven. Buter even de rust zoekt. Door Verlanas aan te spelen. Verlanas dan naar Bouwman toe. Bouwman, dan kan hij heen met de bal door het midden. Jefta van den Broek. Van den Broek, eenmaal kwijt. Jesse Schuin, nu doorgeven. Maar die bal is veel te hard. En dan moet hij. Nou, hier komt NEC er in ieder geval goed uit. Anouar met de bal door het midden heen. De bal naar de rechterkant, naar Hazard. Hazard kan niet in balbezit blijven. SSC weer met de overname. Terburg. Goed mee naar voren toe. Ja. Komt de bal goed? Nee, die komt niet goed. Recht in de handen van Zeefok, de doelman van de NEC. Holland dan maar met de bal lang. Maar ja, daar is geen hulp of geen mens van de NEC. Kan Bouwman makkelijk overnemen. Nu Lars Dekker in balbezit komt. Dekker met de bal naar Hiewat aan de rechterkant van het veld. Hiewat, dan kan hij zijn tegenstander voorbij komen. Ja, dat kan hij. Nu komt er een goede voorzet. Komt er een voorzet. Maar die kan niemand koppen. Kan de NEC weer uit verdedigen. Nu de bal naar rechts. Holland met de voorzitter, die gaat er niet in. Beetje in zijn rug, krampt de bal bij Terburg. Terburg naar hier wat, Hensbal op een mooie plek, recht voor het doel. En dan komt er ook een gele kaart aan. En dan mag SC Putten de vrije trap gaan nemen. Erin te proberen te gaan krullen. Kijken of hem dat gaat lukken. Het is hem al eens eerder gelukt, dus het zou kunnen. Het kan ook Terburg zijn, maar ik denk toch dat het Giovanni hier wat gaat worden. Die de vrije trap gaat nemen. Nou, de muur op de juiste afstand. Komt de bal, maar recht in de handen van Doeman. Smeert aan de rechterkant van het veld. Lars Dekker. Buter naar Wieringa. Giovanni Hiewat. Hiewat. Nu binnendoor. Bal voor Jesse Schuin. Met de doelpunt. Jesse Schuin. Met de 2-1. Ja, 7 minuten nog. 2-1 voor Putten. Nu Kevin Smit in balbezit is, het gaat 16 meter niet in, maar leidt aan een balverlies. En dan zien we ook dat Joshua van Lier nog in het veld is gekomen bij SC Putten. Oh, een overtreding
op Vincent de Burg. En dan krijgt Anouar Klim een gele kaart van de scheidsrechter. En de bal weer naar voren toe. NEC ja, levert dan de bal ook in bij Verlier. Verlier de bal maar verder naar voren richting Jesse Schuin. Kan Schuin eens met de bal tussen twee man in? Nee, Schuin niet. Wel de verdediging die wint van NEC. Onland met de bal naar voren. Zit de Burg even tussen. Dan weer Onland. Onland met de bal naar voren toe. En dan NEC nu probeert aan de rechterkant eruit te komen. Nu met Hamouchi de bal het 16 meter gebied inspeelt. Oppassen, Patrol met de bal voor en de gelijkmaker. Nee, niet de gelijkmaker. En dan een overtreding gezien op Jordi van Zelm. Lekker er weer tussen. Gaat de bal over de zuilen heen. Dan mag NEC de inworp genomen. Snel gedaan. Nu aan de linkerkant van het veld. Wat kan NEC nog in die slotfase? Nu het gevecht aan de linkerkant met Van Zelm. Nu de bal voorgegeven wordt, wordt er uitgekopt door Bouwman. Maar in de voeten van Hamouchi. Hamouchi nu zou kunnen schieten. Ja, nu niet meer. Nou moet hij te ver naar de buitenkant. Moet de bal weer voorkomen. Komt de bal voor, maar niet goed. Wordt aangeraakt. Van Zelm kan hij de bal weer houden. In eerste instantie wel, tweede instantie ook nog. Nee, zegt de grensrechter. Hij is over de achterlijn geweest. Extra tijd gaan we nu in. 90 minuten staan op de klok. Komt de voorzet nu bij de eerste paal. Maar makkelijk uitverdedigd door de Buter. Gaat de bal over de zuilen heen. En dan zet de scheidsrechter. Ik vind het genoeg. En wint SSC Putten deze duel met 2 tegen 1. En zo eindigt deze wedstrijd in een 2-1 overwinning voor SSC Putten. We bedanken de scheidsrechter en de grensrechters voor hun leiding en wensen en een goede reis.